Hey, hallo. Het is donderdag en ik ben net wakker. Als in, ik ben al uit bed geweest en ik ben daarna weer terug naar bed gegaan zodra Sarah ook moest slapen. En ik had een stopwatch gezet, want ik dacht, ik ben wel benieuwd hoeveel ik slaap. En ik ben nog zo cloudy, ik onthoud dan niet op welk tijdstip ik ben gaan slapen. Dus ik had een stopwatch gezet. 1 uur en 43 minuten. Dus zou je zeggen, je voelt je als herboren. Dat voel ik me niet. Ik voel me niet alsof ik 1 uur en 43 minuten heb geslapen. Dus, maar wel alsof ik echt wel een uur heb geslapen. En ik me iets beter voel. Dus ik ben nu een beetje een dikke omelet aan het maken met boterhammen. Even voor een goede lunch. De afgelopen dagen voelden Hans en ik ons allebei echt zo moe. En zo alsof je een beetje ziek aan het worden bent. Dus ik dacht, Hans is nu vandaag aan zijn werk. Ik dacht, ik moet een beetje gaan bijslapen. En nog meer extra gaan slapen in de hoop dat ik in ieder geval niet ziekig word of ziekig word van vermoeidheid. Dat kan natuurlijk ook. En dat in ieder geval één van ons fit is om voor de ander te kunnen zorgen en voor de rest van het gezin. Ook iets waar ik echt ontzettend moe van word. En daar had ik het gisteren over. Gisteren kwamen 3 van mijn sportvriendinnen op kraambezoek. En ik word echt heel moe van borstvoeding. En ze zeiden ook die moeheid überhaupt... Is moederschap vermoeiend en hou je die moeheid, zegt iedereen natuurlijk. Maar ze zeiden echt, na 9 maanden wordt het echt allemaal beter. Na het ontzwangeren, na het eerste jaar. En als je stopt met borstvoeding. Toen wil ik dan niet stoppen met borstvoeding, maar het klaart wel. Maar ik me gewoon sinds de zwangerschap blijf, of sinds mijn bevalling, blijf ik me gewoon zo bleh en moe voelen en zo. En altijd het gevoel dat ik niks aan kan. Dat als ik ook maar even een avondje bij zo met vriendinnen weg zou gaan. Dan moet ik er echt 2 dagen van bij komen. Dat gevoel heb ik heel erg. Maar dat schijnt normaal te zijn. Denk dan aan het paardenkool van Kramer. De langzaamste ronde van Kramer ging toen in 30-6. Ben je zo betrokken? Hé. Hey. Vind je de Olympische Spelen ook zo leuk? Go Jorrit! Go Jorrit! Ga voor goud! Moet je dus wat reserve opbouwen. Hé. Hey. 34, het is wel. Go Jorrit! Heel dicht langs de blokjes. Of Sven, dat is Sven, hè? Zo in staat om dit te registreren. Perfectionist als die is, die kan dat kopiëren. Ik ga een outfit op de day doen. Niet omdat ik er zo fabulous uitziet, maar omdat ik er vroeger droeg ik dit soort dingen meer thuis. En ik dacht me vanochtend, dit moet ik vaker doen als ik thuis ben. Dit soort dingen dragen. Een legging, dat vond ik zo lekker als ik thuis ben. Een los shirt en een vest. Dit is zo'n lekker thuisoutfit waar je gewoon heel lekker in kan bewegen. En waarin je thuis genoeg voelt, maar dat je ook naar de winkel kan. Dit soort outfits waar ik pas over had, weet je, over zo'n jumpsuit. Dit soort outfits moet ik gewoon weer meer gaan dragen. Want nu is het heel vaak dat ik denk, ik heb geen zin om me om te kleden, want ik ben toch maar thuis. En nu voel ik me gewoon thuis, maar ook aangekleed. Tweede ding wat ik wil zeggen, is dat ik lippenstift draag. Ik draag nooit lippenstift, bijna nooit. En de grootste reden daarvoor is dat mijn moeder vroeger altijd lippenstift droeg. Als klein meisje zag ik mijn moeder altijd lippenstift dragen. En daar heb ik nog hoor gedaan. Nee, maar dat heb ik altijd gezien bij haar. En sindsdien wil ik het zelf niet meer. Want elke keer als ik het opsmeerde, dan voelde ik me zo'n kopie van mijn moeder. Omdat ik dezelfde ogen heb. Ik lach op dezelfde manier als zij. We lijken best wel veel op elkaar. Of tenminste, ik lijk heel veel op haar. En als ik dan lippenstift op doe, dan lijk ik nog meer op haar. Omdat zij dat vroeger ook altijd droeg. En ik had zoiets van, ik wil mijn eigen persoon zijn. Maar zij draagt nu bijna nooit meer lippenstift. En zij is een avondje weggaat. Maar ze draagt het niet meer zoals ze het vroeger heel vaak deed. Tenminste, zoals ik me kan herinneren. Dus nu denk ik, it's my turn. Nu ga ik weer lippenstift dragen. En toen liep ik vervolgens naar Sarah toe om haar wakker te maken. Of tenminste, ze was al wakker, maar om haar uit bed te halen. En ze keek echt zo naar mijn lippen. En toen dacht ik echt, ik keek altijd zo naar mijn moeder, weet je wel. Dat ik denk, ze heeft lippenstift, mag ik ook lippenstift? En dan denk ik, dit soort dingen gaan zich gewoon herhalen. Zij gaat dat straks ook zeggen. Van, mama, mag ik ook lippenstift? Ja! Yeah. Heel lekker hier aan het spelen. Maar goed, dat dus. Dus ik wil, en dat was het derde ding eigenlijk wat ik wilde vertellen. Ik wil beter worden in make-up. Als in, ik draag wel make-up, maar niet heel veel. Ik wil geen beauty guru of meisje worden ofzo, want ik ben gewoon geen tutje. Tenminste, het zit gewoon niet in mijn vingers. Ik ben daar veel te chaotisch en veel te druk voor.
Maar ik wil er wel iets beter in worden. Ik ben niet zo precies en fijn. Maar bijvoorbeeld mijn wenkbrauwen, ik doe maar wat met het bijtekenen. En dat is hetzelfde met eyeliner of een mascara. Toen ik 16 was, dan keek ik wel eens naar van die beautyfilmpjes. Maar nu doe ik dat eigenlijk bijna nooit meer. En nu doe ik maar wat ik op mijn 16e ooit heb geleerd. Ik doe ook wel eens shapen, dat heb ik nou niet gedaan. Nu heb ik alleen maar even snel een rouge gedaan. Maar ik wil er beter in worden. Dat is een beetje het doel van dit jaar. Gewoon beter in kleine dingetjes die ik altijd al doe. Maar dan net dat ik ze iets mooier kan doen. Ik wil niet helemaal oogmake-up of zo. Dat is niet mijn ding. Dus als je nog leuke mensen weet op YouTube waar je denkt, daar moet je echt beautyfilmpjes van kijken. Daarvan kun je dingen leren. En vooral ook dus de basic dingen. Laat het me weten in de comments. Ik keek vroeger wel eens naar Zoëla voor beauty dingen. Of hoe heet die, Japaner of Chinees of zo? Michelle Fan, die heel bekend is. Zij keek ik wel eens, maar die zijn echt... Soms zijn het hele vergeverderde looks, weet je wel, met hele oogdingen. Ik wil gewoon basale dingetjes. Dus als je iets weet, laat me weten. Goed. Nu ga ik jou eten geven, oké? Okay? I'm coming to you. Yes, girl, I'm talking to you. Hello. Hello. Yeah, hello. Ja, oh, ze is echt zo'n lachenbuikje. Lachenbuikje, schuddenbuikje, lachenbuikje. Echt genieten, genieten. Genieten, genieten met jou. Dikke, 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 dikke. Dikke, dikke, dikke. Ik ben even buiten gaan zitten. Omdat ik zo'n behoefte had aan buiten en aan frisse lucht. Het is heel gek, het is februari. Het is 17:30. En kijk nog eens hoe licht het is. Ik word hier echt heel blij van. Ik werd zo gedeprimeerd van die shit winter. En dan dat het om 16:30 al donker was. En dan zat ik de hele dag al binnen met baby. En de dagen zijn dan al zo gesmutst in elkaar. Omdat ik de hele dag binnen zit. En omdat het voelt tenminste minder koud. Ik zit hier met korte mouwen. En ik vind het niet echt heel koud. Maar ik ben wel een beetje overhit. Ik wilde heel graag gaan wandelen vandaag. En met Charlie en Sarah naar buiten. Met de kinderwagen en zo. Dat doe ik heel graag. Maar de kinderwagen stond nog in de auto bij Hans. Dus ik kon niet naar buiten. Dus ik dacht, dan doe ik haar in de draagdoek. Maar ik heb de afgelopen weken heel weinig gedaan. En sindsdien vindt ze de draagdoek dus niet meer zo leuk. Dus het was allemaal kruis. En ik dacht, oké, dat is het me niet waard. En ook niet haar waard. Dus ik dacht, ik moet het gewoon op een andere dag weer een keer opnieuw proberen. Maar niet vandaag. Dus ze ligt nu op bed. Ligt ze te slapen. En nu zit ik hier maar buiten een beetje zuurstof op te nemen. Ze slaapt nog niet helemaal. Ze is een beetje aan het mopperen. Ik weet niet of je het hoort. Je hoort haar. Weet je? Nee. Ze is een beetje aan het mopperen. Oh, wat heb ik zin in de lente en in de zomer. Ik heb zo'n hekel aan de winter en aan de herfst. Als in, ik vind alle seizoenen leuk. Maar ik heb gewoon het gevoel dat je veel meer tot leven komt. En dat leven echt weer begint als het zomer en lente is. Als het gewoon weer lekker licht is. En dat we gewoon constant naar buiten kunnen. En oh, ik hou gewoon, je weet het, ik hou gewoon niet van winter en herfst. Ik hou niet van kou, ik hou niet van jassen. En ik hou heel erg van lekker buiten leven. En gewoon lekker van binnen naar buiten kunnen lopen zonder iets. En dat alles gewoon heel makkelijk is en zo. En nu moet je constant allemaal voorzorgsmaatregelen tegen de kou treffen. En ik kijk echt heel erg uit aan de zomer en de lente. Dus nu zit ik heel even buiten zuurstof op te nemen en gewoon even te chillen. Let's have some food in this stomach. Zou je zeggen? Ik denk dat ze nog niet snapt. Kun je het nog een keer doen? Nou. Maar Hans zei dat ik het niet meer moet doen, zoiets. Niet meer zulke dansjes. Let's have some food in the stomach. Oeh. You got the beat, girl. Oké. Jij gaat eten, maar wat gaan we eten? Ga je koken of ga je boerenkool uit de vriezer ontpoppen? Ik wil liever koken, maar dat kwam niet helemaal uit met jouw planning voor. Welke man zegt dat? Liever koken dan een pizza uit de vriezer halen. Ik heb deze week een boerenkool gegeten. Ja, dat is waar. Oké. Oké, ik ben net thuis. We hebben hiervoor kraambezoek nog gehad. En ik zou nog eventjes voor Zuidtijd boodschappen gedaan. Want we hadden één ding niet. Wat echt heel stom en vervelend is. Waar je echt niet zonder kan. Ik kan nog beter zonder ontbijt dan zonder dit. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet oplossen. Maar we hadden geen wc-papier meer. Ik ben zo blij dat ik het nog gehad heb. Ik bedoel, hoe los je dat op? Hij komt ook alle achter. Ik zou water wipes gaan gebruiken van de baby. Ja, de babydoekjes. Hoe kom je daar, als je het wc zit? Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Maar los daarvan, stel dat je geen baby hebt, hoe los je dat op? Ik weet wel eens, Hans, dat ik het wel eens in de badkamer, dat er dan geen wc-papier was en dat jij er niet was. En dat ik het met de wattenschrijfjes heb gedaan, meerdere keren al. Nou, heb je ook een hoop wattenschrijfjes nodig, denk ik. Ja, wat moet ik anders? Ja, maar die wattenschrijfjes kun je dan openvouwen, dan zijn ze dubbel zo groot, ja. Misschien was een pro, jongen, van alles. Ja, we hebben soms, ja, we vullen het niet altijd helemaal netjes aan. En we hebben ook al een paar keer gehad dat vrienden van ons op de wc zaten.
Ja, ook een keer jouw vader. Ja. Jouw vader dat hij een keer belde. Er is hier geen wc-papier meer. Je moet gewoon eigenlijk, als ik hem schoonmaak, moet ik meteen aanvullen. Maar dan denk ik, oh, dat doe ik straks wel. Dan doe ik straks wel het handdoekje en zo. Want vaak maak ik hem dan nog even snel extra schoon voordat er bezoek komt. Maar goed. En voor de rest heb ik gewoon boodschappen gedaan. En Hans, dit leek me zo lekker. Kijk, milde magere kwark vanille. En deze, milde magere kwark kokos. Je weet hoe ik van kokos hou. Nou, nu jij die eet. Ik dacht, gaan we nu nog een beetje een toetje eten? Want we hebben een beetje haastig moeten eten. Jouw frietjes stonden nog voor de helft. Die heb je toch niet weggegooid? Je hebt ze weggegooid. Nee, je hebt ze opgegeten. Nee, je hebt ze weggegooid. Er lagen er nog. Maar er lagen er nog vijf. Nou, wat heb je... Suba. Er lagen er twee. Oh. Ik had een half bord met friet over en er lagen er nog twee. Maar ik weet niet hoe je het doet, dat terwijl zij dus koffie heeft gezet voor het bezoek, heb je ondertussen die frietjes weggelopen kanen of zo. Maar je had zelf wel een heel bord op. Jij had jouw frietjes al opgegeten. En toen het bezoek aanbelde. Er lagen er echt nog maar vijf of zes. Er lagen er nog twee kouwen en die heb ik aan onze lieve. En daarvoor lagen er vijf of zes. Dus ik dacht, we gaan nu gewoon gezellige toetjes samen eten. Omdat we zo haastig moeten eten. Dus ik dacht, neem een lekker toetje mee. Ja, dus allemaal een kuipje. Precies. Lekker. Okido. Hans heeft de dag na Valentijnsdag nog zijn rode Valentijnsvest aan. Dat had je gisteren ook aan. Ik dacht gisteren echt heel even, Hans. Ik dacht gisteren echt heel even dat je dat had aangekomen. Voor Valentijnsdag. Voor Valentijnsdag, ja. En dan denk je dat je mij... Dat is op mijn werk dat ik dus... niks had gedaan voor Valentijn voor jou. Ja. Dat er volgens zo'n groot rood pakket kwam. Ja. En dat jij dacht dat het voor mij was. Ja. En zelfs op mijn werk zeiden ze... Maar ze kennen jou toch? Jij gaat toch nooit... Ze kent je toch? Je gaat toch nooit... Zijn ze dat? Ja. Nee. Ja. Waarom zou je ooit zo'n overdreven rood pakket... Omdat ik gisteren had gezegd dat er iemand anders bloemen had gestuurd vanaf het werk. Dus ik dacht... Oh, nu heeft Hans haar inspiratie uitgeput. En die dacht... Oh... Ik bloemen, dus ik ga ook vanaf mijn werk. Ik vond het zo romantisch dat die partner aan het werk was en dat die vrouw thuis zat en vervolgens iets kreeg toegestuurd, nee? Maar ik was dus thuis op Valentijnsdag. Dus dan... I know, maar omdat ik een beetje gefrustreerd was dat je niks had gedaan, dacht ik dat je dan de dag daarna iets naar mij toe stuurde. Ja, dus ik kreeg een groot perspakket en dat was een grote rode doos. Ik stuurde een foto naar Hans. Bleek het niet van hem te zijn. Bleek het echt een perspakket te zijn. Bedankt voor het kijken. We zijn er overmorgen weer. Sorry dat we eventjes af en toe even niet vloggen. Of tenminste, sorry. We hebben nu even een vlog overgeslagen. We doen het in principe om de dag. Maar we hebben het nu een keertje overgeslagen. Omdat sometimes life gets in the way. En we doen dit echt puur voor de fun. Omdat we het gewoon heel leuk vinden. En ja, ik klinkt echt zo in stemmen mee. Ik heb echt, ja, de broek aan in deze relatie. Nee, maar... Ik heb niet eens een broek aan. Jawel. Soms life... Een broek. Nou, de legging is een broek. Ja, sometimes life gets in the way. En dat meen ik echt zo van, soms is het gewoon te druk. Of we proberen ons wel in bochten te wringen. En soms zitten we tot diep in de nacht te monteren. Maar... Soms kunnen we dat er niet helemaal bij hebben. Ja, we hebben er gewoon andere leuke dingen of zo. We doen het vloggen echt puur voor de fun. Het is niet ons werk of ons baan of zo. We vinden het gewoon heel leuk. Tegen iemand aankletsen, tegen jullie aankletsen. En jullie leren kennen en zo. Dus goed. Tot morgen of tot overmorgen weer. Geef de video een thumbs up. En hebben jullie aan Valentijnsdag gedaan? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want het is toch een beetje een commerciële dag. En toch, ook vriendinnen van mij, die hadden toch iets gekregen van hun vriend. En die vonden dat stiekem toch ook wel heel leuk. Ze hebben allemaal belletjes gekregen. Ik kreeg ook allemaal appjes van vriendinnen. Die zeiden, ja, hij kwam onverwachts thuis met bloemen. En hij had chocolade voor me. Ik ga dan door. Hup, doe die vlog uit. Dan krijg je een lel. Doeg. Doeg van deze lovebirds. Ha ha ha.